Ben je nou weer aan het zuipen, Piet? Altijd, kan niet werken zonder drank, jongen. Deze is voor de wanbetaler, de drugslappen, de uitkering trekker in de fucking luchthappen, de stroomtappen, Air Max, schakelkettingen en Umbro, shoot en brouw in de aanbieding bij de Jumbo. Jongens, ik heb een tip voor jullie, ja. Zit je in de uitkering, maar komt je geld uit een hok? Drink geen Heineken, maar drink de klok. Voor de decibelblazer uit de hoedenplank. Voor alle ouders in de rij bij de voedselbank. Voor de wijken waar de dagelijks geleden wordt. Voor mijn cultuur die door de politiek vergeten wordt. Voor alle jongens met de dromen op het voetbalplein. Die door armoede hun ambitie al vergeten zijn. Hier, wij met z'n vieren tegen jullie. Laat maar zitten. Wat een jongen van het volk is het ook, hè? Wat een jongen van het volk is het, hè? Zoveel stemmen nog op zoek naar een tolk. Dit is geen Hilversum gepraat, maar het geluid voor het volk. Dus voor elke misdaad journalist met advies. Zet jezelf in onze schoenen, spreek pas als je het ziet. Dit was mijn werk vroeger, Angelo, hè? Zeg maar, ik kleedde die jongens wie OV ging zetten, ging ik op de aankleden. Ik was stylist van de hoed, toch? Hoedstylist. Je kan wel een OV zetten, maar je moet er wel goed uitzien. Mandy van 17 loopt met een kind in de buik. Een vriend was 7 dagen klimmen, hij heeft stevig gebruik. Kan niet werken aan de band, of werken in de overal. Zijn vriend die heeft een blaffer, dus beramen ze een overval. De profileren zoveel kansen gemist. Weer een hopeloze jongen die belandt in de kist. Pa, 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 pa. Euro, pa, pa. Wij gaan ook eentje. Euro, pa, pa. Ja, het is wel een keer fijn om aan de andere kant van de baas te staan. Deze is voor al mijn jongens op de binnenplaats. Voor alle moeders op bezoek met hun kind ernaast. Voor alle kids die noodgedwongen bij een oma wonen. En de toeslag gedupeerde zonder onderkomen. Is goed? Ja toch. Dankjewel hè. Vind ik mooi man. Tuurlijk. Je bent toch in een andere stad. Je denkt altijd dat het alleen maar op het kamp of in je eigen stad leeft. Maar we zijn nou in Doetinchem en je ziet het. Je doet het voor de kinderen hè. Klinkt dat heel vaak. Dit zijn geen opgezomde dingen, maar een overzicht. En deze waarheid moet je zien, al zijn je ogen dicht. Dit is de plek waar snitjes worden gestraft. Dit is de plek waarin ik groot ben gebracht. Piet. Ik heb er veel over het kamp en zo. En ik kom ook van het kamp natuurlijk, dat is logisch. Maar er zijn ook een hele hoop wijken en minderheidsculturen in Nederland die ook gewoon de aandacht verdienen. Als ik dan kom ik voor de kinderen en dan blijft er soms niet. Ja, dat zijn er misschien 2 porties. Waardoor ik een boterham eet. Of niks. Waarom ga jij met een lege maag naar bed? Ja. Ja. Lijst, ik wil je even laten zien. Ik wil iedereen even bedanken. Nikita van deze clip. De overvaller amateur. We hebben hier Mandy, maar eigenlijk Amy, onze lieve stagiaire. Dankjewel, lieverd. We hebben hier onze Melly. Goed geholpen vandaag. Heeft ook gefilmd. En met de muziek bezig geweest. Jewel. Jongens, we lijken allemaal boeven, maar eigenlijk zijn we hele lieve jongens. Ik hou van jullie, jonge wolf.